Ik hoop dat mensen wel blijven lezen en dat valt op zich nog wel mee. Op 1 juli dan is het weer zover en staan in de Dordtse binnenstad ruim 700 kramen met boeken te wachten op vele tienduizenden snuffelaars uit de wijde omgeving. De Dordtse Boekenmarkt, de 17e editie. En die staat in het teken van de romantiek. Want het is dit jaar 150 jaar geleden dat Arie Scheffer op de beurs op zijn sokkel werd geplaatst. Ik ga hierover praten met Herman Koekoek, de man achter de succesvolle boekenmarkt. Herman, goedemorgen. Arie Scheffer is even een leuk bruggetje in het begin van dit gesprek. Want jij bent ook de man achter Plaas de Arie. Ja. Nou is Plaas de Arie dit jaar voor het eerst aan het groot hoofd. Ja. Want ja, jij werd een beetje weggekeken daar op het Scheffersplein door de ondernemers. Dat heb je zelf zo'n beetje gezegd. Die kreeg steeds minder ruimte. Ja. En nou is er een nieuw festival bij, het Arie Art Festival. Ja. En bovenop nog eens een keer een likeurtje, het Scheffertje. Ja. Wat was jouw eerste reactie toen je dat hoorde? Ja, mijn eerste reactie was schaamteloos. Dat is eigenlijk, beter kan ik het niet uitdrukken. Het is heel triest dat het zo moet gebeuren, maar verder heb ik er weinig woorden voor. Ik weet dat jij niet een man bent van zeuren, dus dat zeuren doet ik wel, dat doe ik even voor je dan, Herman. Maar toen ik het was, had ik ook zoiets van, dit klopt niet. Nee, dat is ook helemaal waar. Ik bedoel, wij waren graag doorgegaan op het Scheffersplein. En je kunt het eigenlijk vergelijken met, je hebt een goede baan. Je werkt goed, je baas is tevreden. Ja. En je baas zegt tegen je van Maleis, je mag volgend jaar terugkomen, maar je krijgt een half salaris, een half bureau en je computer moet je delen met je overbuurman. Ja, dat werkt dus niet. Nee. Zo kwam het bij mij neer en toen dacht ik van ja, dit gaat dus niet lukken. Nee. Maar nu krijgen we een Plaas de Arie aan het groot hoofd, zonder een Arie Scheffer die zeg maar toekijkt op alle bezigheden op het plein. Nou, er komt wellicht toch wel een Arie. In welke vorm? We denken erover om een van de beeldend kunstenaars, keramiek, Trude van der Bos, te vragen om een hele grote buste van Arie te maken, die dan in de loop van 6 weekenden wordt gemaakt. Dus aan het eind van Place d'Arie 2012, dus op 12 augustus, hoop ik dat de nieuwe buste van Arie klaar is. En dan zullen waarschijnlijk de burgemeester nog wel vragen om hem te onthullen of zo. Maar we doen wel iets met Arie, ja. En eigenlijk gaan we Arie, in die zin gaan we Arie verplaatsen van het Scheffersplein naar het Groothoofd. Kortom, Arie Scheffer die verhuist mee naar het Groothoofd. Ja, Arie verhuist mee naar het Groothoofd. En de manifestatie blijft dus ook Plas d'Arie heten. Oké. Okay. We pakken even het gesprek terug. Want de boekenmarkt. Want dat is aanstaande zondag weer, de 17e editie. Lees jij veel? Ik lees niet veel. Ik ben echt zo'n vakantielezer. Maar dan lees ik ook wel eens 5, 6, 7 boeken in één vakantie. Ja. Maar normaliteit, ik heb er rust niet voor. Ja. Ik moet dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. En ik kom er niet aan toe om gewoon rustig te gaan zitten en een boek te pakken. Nee. Nou staat het thema van dit jaar is de romantiek bij de Dordtse boekenmarkt. Ja. Hoe ontdekte jij jouw eerste grote liefde in de boeken? Nou, mijn eerste grote liefde in de boeken. Ik heb als kind van de lagere school, ik woon in het dorp in de Achterhoek. Heb ik, denk ik, letterlijk alle boeken uit de bibliotheek gelezen. En ik ben met dat lezen doorgegaan tot het eind van de middelbare school. Toen ben ik gaan studeren en toen moest ik zoveel andere dingen lezen dat ik had gewoon geen zin meer in boeken lezen. Dus toen is het gestopt. En ik lees nu alleen nog... Jij leest niet zoveel meer. Nee, ik lees niet zoveel. Ja, ik lees een heleboel, maar veel, veel minder boeken, ja. Ja. Nou, we hebben straks de boekenmarkt, hè? Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit? Hoe begint zo'n dag voor jou? Die begint heel vroeg. Dat is ongeveer om 5 uur opstaan en dan snel even iets eten en zorgen dat ik om 5:30 hier op het Steegoversloot klaarsta. Want dan komt de grote ladderwagen van de brandweer en dan rijden wij de route. Dus samen met Gerard Arnouds van de brandweer en een chauffeur
rijden wij de hele route met de ladderwagen. Ja, waarom is dat belangrijk? Nou, dat is belangrijk voor de veiligheid. Je zet 600 kramen, je zijn net 700, maar er zijn er maar 600. Lekker overdrijf graag. Ja, overdrijf graag. Je zet 600 kramen weg in de stad. En je moet ervoor zorgen dat de stad bereikbaar blijft voor alle hulpdiensten. Ja. Dus brandweer moet er door kunnen, ambulance moet er door kunnen. En daarom hebben we gewoon met de brandweer de afspraak dat we elke keer, als de route staat, als de kramen staan, dat we er dan met de ladderwagen doorheen rijden. En hier en daar moeten we inderdaad wat sjorren en sleuren, zoals bijvoorbeeld hier in de Museumstraat. Dan wordt het heel krappig, aan twee kanten heb je kramen staan. Ja, soms lukt dat net niet en dan moet je dus wat kramen naar achteren trekken. Ja. Jouw dag begint vroeg, hè, zei je al. Ja. Maar voor de echte snuffelaar begint die ook al heel vroeg, hè? Want 10 uur begint het. Ja, de echte snuffelaar loopt er om 7 uur al. Die loopt om 5 uur al. Ja, nee, 7 uur. Nee, 5 uur niet, want dan is er nog geen handelaar. Maar de eerste handelaar, als ik 's morgens wegrij met de brandweer om 6:30, dan komen de eerste handelaren aanrijden. Ja. Waarin onderscheidt onze boekenmarkt, maak het maar even ons van, hè? Waarin onderscheidt onze boekenmarkt, de Duitse boekenmarkt, zich van alle andere boekenmarkten, Herman? Belangrijkste element daarin is de kwaliteit van de boekenmarkt. En dat zie je op verschillende niveaus. Andere boekenmarkten doen dat ook wel. Wat stopt Fokker, randje achter je? Ik moet even zeggen tegen Fokker dat hij niet over de rand... Ja, dat zal wat vervelend zijn. Nou, andere boekenmarkten, of niet alle, maar andere boekenmarkten doen het ook wel. Dat ze dus selecteren op professionaliteit. Dus bij ons mogen alleen maar professionele handelaren meedoen. Ja. Dat zijn mensen die als boekhandelaar of uitgever staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast de kwaliteit van de markt, dus de uitstraling van de markt. Geen bananendozen, geen dumpen. Het moet er gewoon goed uitzien. Dus dat is kwaliteit. En vervolgens hebben we dus de kwaliteit. Nou goed, we lopen door de Museumstraat. Ja. Je hebt natuurlijk een prachtig decor. Hè, de kwaliteit. Maar dat is sowieso Dordrecht, hè? Dat is sowieso, dat is sowieso Dordrecht. Maar dat pak je natuurlijk wel mee. Ja. En je investeert heel veel in een programma ernaast met muziek en literatuur. Waardoor je wat meer hebt dan alleen maar 600 kramen met boeken. Maar nou zijn we evenementenstad van het jaar 2012. Ja. Dordrecht profileert zich graag. Ja. Vraag ik me toch af, in Deventer heb je de grootste boekenmarkt van Nederland. Ja. Waarom zijn wij in al die jaren niet de grootste geworden? Of hebben we die ambitie niet? Nee, die ambitie hebben we helemaal niet. Waarom niet? Om twee redenen. We vinden dat de boekenmarkt een beloopbaar parcours moet hebben. En Deventer heeft 850 kramen ongeveer. Ik ben er een keer geweest en dat is eigenlijk niet te doen. Het is te groot. En ik vind dat je de boekliefhebber in staat moet stellen om, ik zou maar zeggen, in een paar uur tijd die hele markt te doen. Nou, dat kan heel goed in Dordt, ook omdat het eigenlijk een cirkel is. En je loopt keurig rond en ik zou maar zeggen, je begint de voorstad Noord, je loopt rond en je eindigt weer op de voorstad Noord. Wij willen dus helemaal niet groter worden en we willen, ik weet wel, in het begin hadden we hele discussies met de gemeente over het aantal bezoekers. Hè, want we hebben altijd zo rond de 75.000, 80.000 bezoekers gehad. Moet je niet naar de 100.000, moet je niet naar de 125.000. En toen hebben wij steeds gezegd, moest luisteren, wij willen geen Dordt in Stoom. Prachtig evenement, maar we willen wel dat mensen de rust en de tijd hebben om stil te blijven staan bij een kraam. En niet voortgeduwd te worden door die 100.000 mensen die erachter lopen. Ja. Dus een heel bewuste keuze. Nou, je begint nu over Dordt in Stoom. Dan moet ik gelijk even denken aan Erik Sindel. Die laakte de houding van de middenstand. Ja. Omdat zij tijdens het evenement Dordt in Stoom niet hun winkeldeuren openden. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wil jij die middenstand erin betrekken of zeg je van, maakt mij niet uit? Nou nee, fysiek is het niet eens mogelijk, want al die kramen staan voor de deuren van de middenstand. Middenstand mag formeel niet open zijn, want het is de eerste zondag van de maand. Alleen, los van het formele, ik bedoel, nee, zou dat een extra... Het zou niet kunnen. Nee, het zou niet kunnen. Dan moet je de route helemaal van de voorstraat afhalen. Okay. Want het grootste stuk van de route ligt op de voorstraat. Ja. Als ik jou, tegen jou zeg, Herman, ontlezing, ja. Mensen gaan steeds minder lezen, hier staat er een. Ja. Nee, die gaat er even in. Als we nou eens over 50 jaar kijken. 50? 50, ja, ik kijk graag vooruit. Regeren blijft vooruitzien. Ja. Het is misschien gechargeerd, maar ik zei net al, ik chargeer graag. Maar even om te prikkelen. Is er dan nog wel een Dordtse boekenmarkt?
Ik denk het wel. Boeken lezen en inderdaad de rust nemen om te lezen en dat tot je te nemen zal altijd blijven. Maar je kan niet ontkennen dat wat we nu doen met e-books, dat ook zal toenemen. Ik hoop dat mensen wel blijven lezen en dat valt op zich nog wel mee. Maar ja, ik hoop dat er over 50 jaar nog een Dordtse boekenmarkt is. Ik zal hem niet meer organiseren, maar ik hoop wel dat hij er nog is. Ja, want is er dan ook op korte termijn plaats voor de e-reader op de Dordtse boekenmarkt? Nou, daar zitten we wel over na te denken, om daar eens iets mee te gaan doen. Ja. Want we moeten toch met onze tijd mee, Herman. Wij worden allemaal met de klimmende jaren, gaan we toch een andere visie krijgen. Maar ja, sommige dingen, daar kunnen we niet omheen. Zoals de e-reader bijvoorbeeld. Ja, nee, dat klopt. En ik denk dat het heel verstandig is om straks ook op een of andere manier ook ruimte te bieden voor de e-reader. Maar dan zullen we denk ik eerst eens met de Dordtse boekhandels moeten overleggen hoe we dat aan gaan pakken. Nou, het wordt weer een succesvolle dag zondag. Tenminste, daar ga ik altijd van uit. Tot nu toe is niets anders gebleken dan dat het een succesvolle dag is. Ja. Die dag, ja, ik vroeg het. Ik ga hem toch nog even vragen hoor. Ja? Ik vroeg me af, ben jij die dag nou alleen de organisator? Of ben je ook een van die duizenden snuffelaars die misschien toch op zoek is naar dat ene boek? Geen tijd voor. Nee, ik begin wat ik net zei, ik begin om 5:30 en om 8:00 dan val ik achterover op een terras met een glas bier en dan ben ik helemaal uitgeteld. En ik heb de hele dag, ik ga wel naar het nevenprogramma, ik ga wel proberen om hier en daar wat van de muziek en van de literatuur mee te pakken. Ik moet op de markt kijken of alles gebeurt zoals wij willen dat het gebeurt. Dus dat er geen tafels worden bijgezet en dat er niet wordt gedumpt enzovoort. Kortom, jij bent de organisator. Ik ben de organisator en niet de boekliefhebber. Ik wens je heel veel geluk. Dankjewel. En tot zover deze aflevering van In Gesprek Met. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Kijken.